Eders gaat op zoek naar kleine, grappige en ontroerende berichten in Gelderse Koppen. Nu bij TV Gelderland. Waar je ook woont in de wereld, of het nou in New York is, of in Mexico stad, of hier in Gelderland, je hebt allemaal je eigen plekje nodig. Een plekje waar je je helemaal lekker voelt, waar je jezelf kan zijn, waar je thuis bent. Er kan ook een plekje zijn in je eigen huis- en huiskrant, omdat je iets moois gedaan hebt, of dat je iets heel bijzonders hebt meegemaakt. Allemaal hele mooie plekjes. Nou, moet je kijken. Is dat geen mooi plekje is? En dan gaan de graven open. En dan komen ze eruit en dat gaat soms met een beetje geweld gepaard. Je moet er even genieten van de laatste dagen. Maar zo praten jullie echt? Ja. Over de laatste dagen? Ja, dat is. Ja, ik heb pas 4 jaar geleden al opgegeven, dus. Ja, in al mijn zorgen zijden en roepen op scheiden. In Wezep heb je een meneer die weet alles van mooie plekjes. Sterker nog, die maakt ze zelf. En dat is de echte. Ja. Maar nou we zo dichtbij staan, lijkt de nieuwe lijkt wel groter dan de echte. Maar dat is niet zo, hè? Nee. Die is 3 meter aan de onderkant en die is 1 meter. Schaal 1:3. 1:3. Dus die is 3 keer zo groot? Ja. Prachtig. En het is een duiventil, hè? Het is een duiventil. Hij is van 1824. Nou woont u de pal naast, hè? Dat is 200 meter? Ja, nou, zeg maar wat, ja. Hoe kom je dan op het idee om er een precies na te maken? Vanaf een huwelijk. En er gaan er zoveel uit elkaar. Die niet meer gek zijn met elkaar. Eerst wij vrezen elkaar op. Ja. En later, jongen, dan slaan ze elkaar op. Wat er kan. En toen denk ik, goh, ze moeten niet meer naar de natuur, naar de vogels kieken en naar de beesten. En toen dacht ik, goh, als die duventillen nu eens namaken. En we doen er 2 witte duvies in. En als hier in het dorp een huwelijk is, we laten die duven los en die vliegt dan voor een goed huwelijk. Ja. Zullen we het hondenhok gaan bekijken? Oh god, moet ik de hond ook overhalen? Nou, eerst nog even. Hij heeft een goede broek aan. Ja, het is een dure broek. Oké, dat zijn we. Een duiventil voor zijn tortelduifjes Paulus en Paula. Een poffertjeskraam en een koe. Klaas van Olst houdt van knutselen. Vooral als zijn vrouw er niet is. En die is heel vaak weg. Toen zij vroeg om een nieuw hok voor de hond, had ze dit vast niet verwacht. Indy, laat even je woning zien. Kom maar. Kom eens. Kom eens, schat. Kijk eens. Oh, ja. Dat is wel echt wel het mooiste hondenhok wat ik ooit gezien heb. Ga er eens in. Hey. Luister voor geen meter. Indy, kom eens. Maar, meneer van Olst, kunt u het uitleggen? Wat moet ik uitleggen? Nou, een kerk met een hond erin. Dat is eigenlijk een kuip. Ja. Toen ik nou jong waren. En dat knie en chauffeurliefde voor. Voor vrouw Madaga. Ja. Maar ik ben al die chauffeur geweest, hè. Dan leer je al die aan de weg. En dan 50 jaar geleden, toen hij niet overal wegwezend is. En dat wist hij niet. En dan kon ik al zien, zeg maar dat ik in Amersfoort waren. De lange Jan? Ja. Nou, en dan, ja, dan groeit dat. Ja, maar wat is dan ineens de stap om een hondenhok te maken als kerk? Nou, dat Mierg Indy zegt. Klaas Indy, dat hokken dat lekt, dat was verrot. Ja. Hij moet een nieuw hokken. Mm-hmm. Maar bent u een religieus iemand? Gelooft u in iets? Ja, zeker. En kan dat dan wel, een hondenhok als kerk? Tuurlijk wel. Vindt God, de Heer, dat niet erg, denkt u? Ik denk dat het wel leuk vindt. Ja? Ja. Oké, okay, maar wat vindt de dominee ervan hier? De dominee die zegt, Klaas, ik heb een beetje pijn in de boek van dat hondenhokken van u. Ja, zie je?
Ja, maar daar kwam, ik had hem op de foto gezet, door. En toen had ik in de kranten laten zetten, de Dorpskerk en de Pauluskerk bouwden samen een nieuwe kerk in het buitengebied. Het was een hondenhokker. Maar er zit een glas- en loodraam in. Ja. Daar hangt een touw in. Waar is dat touw voor? Hier ergens. Oh. Ja. Kan hij bellen als hij honger heeft? Hij heeft een speklap aan hangen, dan belt hij zo. Weet u wat ik nou jammer vind? Dat we die hond niet in dat hok hebben gezien. Zou u erin passen of niet? Nee, ik pas er nog niet meer in. Echt niet? Ik heb van mij net eten gehad. Hey, jammer, dat zou leuk. Dan kregen we even een idee hoe dat eruit zag. Maar je kunt het zelf proberen, niet bij magen. Deze? Ja, ja, dat kruipt er zo achter u in. Ik tel ook wel met die andere. Wacht even. Zo. Ah! Oh! Ja, ja. Klopt. Stinkt die wel behoorlijk. Raf, raf. Ik ben benieuwd wat Klaas hierna gaat bouwen. Ik denk een replica van de ark, want in crisistijd worden er heel veel arken nagebouwd. Moet hij alleen zorgen dat die dikke hond er niet op springt, want dan zingt hij. Driving to work, it takes you 2 hours. You're stuck in the traffic with hundreds and thousands of people who drag themselves out of bed at 4 a.m. every day. En hier is een kermis. Oh, kijk eens. Wordt hier een kermis opgebouwd? Kermis in Heerde, hoe zou dat zijn? Kijk, ontzettend ouderwets gevoel. Car Vision. Een hele spannende vrouw daarboven. Goeiedag. Zijn jullie aan het afbreken of aan het opbouwen? Nee, opbouwen. 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 Mooi. Bijna. Ja. Hoi. Ik ben klaar. Ja, daar gaan we. Hoi. Oh, lekker. Ik ben nu al misselijk. Zeg, leuk, leuker dan ik dacht. Woe. Voor een ding uit 1840 toch een behoorlijk pittige attractie. Mooi. Kunstenares Fransje Povel biedt al 10 jaar onderdak aan een Engelse veteraan tijdens de Airborne-herdenkingen in Oosterbeek. Ze is gegrepen door de trieste oorlogsverhalen en laat ze daarom in haar werk herleven. Vandaag is de laatste plaat klaar. Ja, moet ik wel niet struikelen, want dan is het gebeurd. Dat zijn de laatste, hè? Het begint met de rust van het kerkhof. En daar heb ik zoveel mogelijk emblemen in verwerkt. En dan gaan de graven open. En dan komen ze eruit. En dat gaat soms met een beetje geweld gepaard. Daarom zijn er een paar grafzerken ook gebroken. En dan hier zijn ze er helemaal uit. En ontmoeten ze elkaar. Inspiratiebron om dat hele kunstwerk te maken was eigenlijk mijn veteraan Harry Horton, die hier al 10 jaar komt en mij nog steeds emotioneert met zijn verhalen. Een van zijn verhalen is over zijn luitenant Kier, die naast hem stond, want ze bedienden samen een kanon. Toen werden ze geraakt en hij keek naast zich en Kier was zijn gezicht verloren. Hij leefde nog wel, maar zijn gezicht was weggeslagen. Toen kreeg ik een speciaal verzoek. Geef Kier zijn gezicht terug. Dus ja, ik vind dat heel erg mooi.
En ze zien het andersom. Maar je kunt ook op deze manier troost brengen, hè, aan trauma's van die mensen die nog steeds herinneren hoe die en die gestorven zijn. En hier zien ze hun weer in levende lijven eigenlijk. In their full glory. De ontberingen van de soldaten kwamen voor Fransje tot leven door uitgebreid speurwerk op internet. Die verhalen heeft zij verwerkt in haar kunstwerk. Als ik nu langs die graven loop, dan ken ik hun verhalen. En dan zegt het mij veel meer. Hier heb ik met veel plezier aan gewerkt. Dit is Greyburn. Ik vind hem echt ook een held. En hij is ook geslaagd. Hij zit daar zo echt stoer. En het eerste wat hij doet is, waar zijn mijn sigaretten? Ik heb zelf geen kinderen. En voor mij is dan die scheppingsdrang toch eigenlijk... komt ook uit het gevoel van, dan heb ik ook mijn eigen kinderen. En misschien dat ik daarom iets wat moederlijk tegenover deze soldaten sta. Want ze zijn maar 17, 18 jaar. Club, zeg maar, Old People on Wheels, dat die weer van start gaat. Dus ja, het is mooi weer, de paden op de laan in. Dus als je dan in de buurt van Duiven een heleboel, scherpe bocht, een heleboel scootmobiels ziet, dan zou dat wel eens de Duivense scootmobielenclub kunnen zijn. Dat zei je er net in, Ellie. Zo, nou, dat zijn er nogal wat. Zal ik voorop rijden, of ga ik te hard? Hey. Moet je altijd voorop? Niet altijd. Ik reed ook wel eens achterop. Ja? Meestal tijd reed ik achterop. Maar hoe vaak ga je er nou uit rijden dan? Dat is één keer in de maand. Elke eerste woensdag van de maand. Oh, dus je hebt zeg maar elke eerste maandag van de maand heb je het luchtalarm? Ja. En als alles veilig is, dan gaan jullie op woensdag? Dan gaan wij op woensdag terug. Alles goed geregeld? Ja. Hoe is dat begonnen ooit? We zijn begonnen vorig jaar... Er was vraag naar om dat mensen met elkaar gaan rijden. Ja, voor de gezelligheid of zo. En ja, om ook het isolement te halen. Hè. De meeste van ons die blijven vaak thuis. Ja. Alleen even naar de winkel toe. En dat hebben ze mij vorig jaar gevraagd om dan met nog iemand dat op te richten. We zijn vorig jaar begonnen door de natuur te rijden. Ze hebben Westervoort, Lathem, Giesbeek. Alle mooie dorpjes in de buurt. En dan helemaal buitenom, hè, over de dijk. En dan zo helemaal... de mensen komen op plaatsen, maar anders nooit geweest zijn. Je moet er nog van genieten van de laatste dagen. Wat zeg je nou? Je moet genieten van je laatste dagen. Je moet er nog van genieten van de laatste dagen. Maar zo praten jullie echt? Ja. Over de laatste dagen? Ja, dat is. Ja, ik was er 4 jaar geleden al opgegeven. Dus, dus je kan er eigenlijk geen zin aan woord over zeggen. Want je kijkt heel vrolijk. Ja. Maar hoe erg is het dan nu?
Nou, ik heb officieel lekker prostaatkanker met uitzaaiingen in de armen, rug, benen. En al zijn botten gewoon. Oeh, al die botten, dus, nou is het zover dat de vreselijke gaten, dat die wervels in elkaar gaan zakken. Dus, ik kan best weer de volgende week in een concert zitten. Die klemmen dan de zenuwen af en dan heb ik de ontiegelijke pijn van. Dat heb je nu al af en toe. Jazeker. Ja, vorige week was het daar nou. Moesten we met spoed naar spoedeisende hulp. Maar hij wil zijn verjaardag, dat is een woensdag, wil hij vieren thuis. Dus we zeiden even niet. Geen hoe oud word je dan? 69. Ja. Dus nou. Dan ben je even naartoe aan het leven. Ja, we gaan gewoon door. Ja, natuurlijk. Maar even serieus, hè. Hoe kan je nou voor elkaar krijgen om zo blij op je scootmobiel te zitten. En je zegt van, nou, ik ben in mijn laatste dagen aan het tillen. Hij heeft gewoon een opgewekt karakter, hè? Ja, maar dat is wel ongelooflijk. Ja. Ik wil gewoon doorgaan. Ik heb nou een vrouw, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen. Dan wil ik nog zo lang mogelijk bijblijven. Ja, dat bedoel ik. Maar als je dan moet aftellen nu. Ja, dat. Dan moet je niet bij stilstaan, niet? Nee. Dat was van 4 jaar geleden al. Ik heb er weer 4 jaar gered, dus. Zo zeggen wij, jongens. Ja. Elke dag tellen we ermee. Dus je begint gewoon elke dag en je denkt, kan mij het schelen? Ja. Deze dag die pakken we nog even. Juist. Goh, wat is het voor jullie samen in zo'n scootmobiel? Is het weer? Aan die toeter? Nou, we hebben gelachen. Hij had hem al 1,5 jaar. En toen kreeg ik hem van, ik kon niet meer lopen van, ik heb nieuwe knieën. Maar dat ging niet zo goed. Toen op een gegeven moment zegt hij, oké, hij zou mij ook even leren om samen weg te gaan. En hij start de scooter. Hij zegt, nou, we gaan. En hij start en dan draai je hem gelijk op helemaal het eindpunt. Hè? Keihard. Ja, lekker hard. 17 kilometer. Wat? Staat hij ineens stil voor me? Volle vaart vloog ik bovenop hem. Eindelijk dus weer zo'n lekkere omhelzing. Ja. Dat wou ik natuurlijk graag. Zij scoot natuurlijk half uit elkaar. Hier mijn voording is helemaal. Schade gewoon. Ja. Maar we hebben gewoon doorgereden. We zijn wel doorgereden die dag. Nou, ik wens je nog een paar hele mooie scootdagen toe. Ja, daarom de dag. Dat je er nog even heel erg van kan genieten. Nou, ben jij het aan te kunnen knuppen? Nou, dat vind ik nou een goed uitgangspunt. Ja, ja. Hartstikke goed. Ja. Zullen we weer een stukje? Ja, laten ik durf alweer een eindje zo. Hoe is het met de man en de vrouw in de groep, Wil? Ook toch wel goed. 50-50? Nou, toch meer vrouwen, dacht ik. Meer vrouwen? Ja. Oh, nee, moeten jullie harder vechten onder mannen, hè? Ik heb geen man nodig. Niet? Ontstaan er geen mooie relaties in de groep? Nou, dat dacht ik niet. Nee. Hoe ben jij op die scootmobiel terechtgekomen? Bloedvaten sluiten niet goed en toen vond ik het onverantwoord om nog auto te rijden. Ja. Je benen zullen maar weigeren, terwijl je remmen moet. Ja, dat kan je niet remmen. En tek de auto weggedaan. 3 jaar. Je zit al 3 jaar in die car? Ja. En hoe is dat? Ja, ik vind het fijner dan in de auto. Je ziet meer. Je bent gewoon dichter bij de natuur. Dus je hebt veel wegen waar wij komen, waar je met de auto niet mag komen. Dat is ook een voordeel. Ja. Het is een hoop voor. Het is een nadeel, maar je hebt heel veel. Het klinkt nou alsof het alleen maar leuk is. Ja. Ik zou geen auto meer terug willen hebben. Echt niet? Niet nee, liegen. Ik mis hem niet. Nou. Geen moment. Nee. Nee, echt niet. Zo leuk is het. Ja. Ik vind het alleen heel moeilijk om zacht te rijden. Hoe doe je dat? Nou, niet zo ver indruk. Ik schiet vooruit en achteruit en vooruit en achteruit. Of langzamer zetten. Ja, ik vind het snel zo leuk. Hoe hard kun jij op je hardst? 15. We hebben dezelfde. Ja. Kijk nou. Wij horen bij elkaar. Ja. Wij horen bij elkaar. Harder. Nee, ik kan hoor niet. Je bij elkaar. Harder. Nee. Laat me niet alleen. Dan sta ik weer stil. Nou ja. Foei. Wat een kerel. Oh, Christa. Christa. Ja, Christa. Zangeres Christa. Ja, oh, kom even, jongens, allemaal. Kom even. Ja, dan moet je even een liedje doen. Of, wat zing je voor dingen? Wat voor repertoire heb je? Nou, ik heb Nederlands repertoire. Ja? En wat zing je dan? Ik zing country nummers. Oh, leuk. Oh, we krijgen een gratis optreden. Nou, mijn single die uit is, die heet Als ik even in gedachten aan jou denk. Dat wil ik horen. Zal ik aftellen? 3, 2, 1, Barcelos? Ja, je mag van mij gerust aftellen, dan zoek ik het hier wel even live op de straat. Let op. 3, 2, 1... Als ik even in gedachten aan jou denk, zie ik je glimlach en je mooie blauwe ogen. Je bent zo mooi, nee, het is niet te geloven. Zoals jij danst op muziek vol romantiek. Door jou ben ik in de liefde.
geloven. Met jou wil ik alleen nog verder gaan. Ik zal je al mijn liefde aan jou beloven. Ja echt, daar kan jij van op aan. Gewoon nog lekker is dat. Even lekker aan je werkstukken snuiven. Nederland heeft nog maar 800 schoenmakers. Eén van hen is Ben Beneker. Hij krijgt het schoenmakersvak via zijn vader met de paplepel ingegoten en kan zich geen ander vak voorstellen. Ik ben dus van de lagere school uit ben ik dus naar Borculo gegaan. Naar de schoenmakersvakopleiding. Heb ik 4 jaar gedaan en zo langzamerhand de schoenmakerij ingerold. Op die school hebben we dus wel het handmatig schoenmaken geleerd. En het was dus echt van niets tot iets maken. Weet van geen ophouden. Is hij klaar met schoenen repareren, dan maakt hij poppenschoentjes van nauwelijks 5 centimeter. Ja, dat is helemaal iets bijzonders. Want dat is het vertalen van een klein schoentje, maar je werkt dus wel met dezelfde dikte leer. Want het aanbod van leer heeft dus ook een bepaalde dikte. Maar hoe kleiner je een schoen gaat maken, des te dunner moet het leer dus ook gemaakt worden. Dus je moet dus alle materialen moet je dus nou eigenlijk vloedje dun maken. Moet je echt gek zijn. Ja. Dat zijn ook niet van die dingen waar je dus s'morgens mee begint en dan ga je door tot aan de avond toe. Want dan krijg je echt tranen in de ogen. Want dat is zo minuscuul. Soms dan heb je wel eens problemen mee van ja, hoe hou ik het eigenlijk in mijn handen vast. Als je de hele dag schoenen voor anderen repareert, wil je ook wel eens wat anders. Schoenen voor jezelf ontwerpen. Maar je wilt ook wel eens wat laten zien. Kijk, het is natuurlijk mooi als je dus altijd voor anderen wat maakt, dat je ook eens een keer voor jezelf wat kunt maken. En het loopt ook gewoon echt prettig. Dus zo gauw als je schoen klaar is, je trekt hem aan en dan ga je erin staan en denk je van, hé, ja. Ja, dat is toch wel een prettig gevoel. Je hele voet die wordt ondersteund. Het moeie gevoel moet hij eigenlijk ook weghalen in eigen gemaakte schoenen. En ja, dat is gewoon het mooie. Dat is het fijne van het zelf schoenen maken. Een uitstervend beroep schoenmaker. Maar gelukkig niet in Zutphen. Iedere maandag steken Annie en Dick de rivier over naar Inge. Ze repeteren dan met hun koor de Kornekanters. Annie is vanaf haar 16e lid, nu 56 jaar. En haar man Dick vanaf zijn 18e, nu 54 jaar. Voor Dick was het koor vooral een excuus om dicht bij zijn meisje te zijn. Ja, nou heb ik het heen en weer, hè. Nu al? Hier krijg ik het heen en weer, hè. Hallo. Arm. Ja. Nou, wel rechts. Ja, even stiekem. Goh. Maar, wat een plek. Ja, dat Dick is... Dick en Annie. Ja. Ja, hè. 110 jaar. Samen op de zang, ja. Maar nou, kom ik daar zo aanrijden en ik zie jullie zo staan. Hoe ging het nou dat jullie elkaar voor het eerst hier tegenkwamen? Weet je dat nog? Wij komen dus van oorsprong uit Inge. Mm-hmm. Dus aan die kant van de Rijn. En we kregen dus een beetje verkering met elkaar. Ja. En ja, het was, in die tijd was het nogal veel s'avonds ook werken.
Dus wou je dan een extra kusje hebben, dan moest je toch maken dat je ook op die zang was, hè? Ik was er al op. Dus het lag meer aan haar. Dan konden we samen dus weer oplopen naar de richting van het huis toe. En dan was dat, dat was de beloning, hè? Oh ja. Maar in de jaren 50 mocht je toch helemaal niet zomaar een beetje verkering hebben met elkaar? Of kon dat dan? Mooi, toch nooit vertellen. Maar dat was ook een beetje stiekem. Oh, wat romantisch. Dus jij bent de tenor en zij stond bij de alte of de soprane. Wat ben je? Sopraan. En hij is bas. En dan stond jullie gewoon tegen elkaar aan te lolololol. Ja. Maar dat was je toen niet te laten blijken, hè? Ja, dan keek je toch wel stiekem af en toe. Ja, dat wel. En dan werd je dan rood of zo je dan harder of zo? Dat weet ik niet. Maar zijn schoonvader stond bijna naast hem. Oh, daar kon je niks voor oorlopen. Dus. Hoe komt het nou dat jullie zo lang met het koor gebleven zijn? Nou, het is toch veilig wel de eenheid in het koor zelf. Absoluut. Zijn er nog meer mensen zo belachelijk lang lid? Ja, er is er nog één 53 jaar. Ja. En 35 en 40. Maar de rivier was niet breed genoeg om jullie bij het koor weg te houden? Nee, dat lukt ze niet hoor. Nee hoor. Elke maandag staan jullie hier. Ja. Maar heel weinig dat we er niet zijn. Ik denk dat we de mede trouwste leden zijn. Mooi zeg. Komt een auto die koepel? Ja. Komt puur door de koepel. Puur door de koepel. Maar met hoeveel zijn jullie nou? Is echt dik in de 30 of zo 40? Ja, het is ongelooflijk. Wat een volwassen geluid komt eruit. Nou was dit een heel modern Beethoven Hupsaldera liedje, hè? Ja. Dan heb je nou ook nog iets heel... Ja. Klei, tot hier in de klei. Tot hier in de klei, we hebben wel iets... Iets heel moois, gedegens, ouderwetsigers. Iets ouderwetsigers. Ja, dat je echt denkt, ja. Als eenzaam in mijn waken, mijn zorgen om hen lakken, demonen mij omringen, verzoekingen opdringen, als twijfels hart verbonden, in al mijn zorgen strijden, en roep de dood op zijden, gedenk aan mij, o machtig God. Ja, heel flauw, hè? Maar dat vind ik gewoon toch het mooist. Ja, dat heb je echt gewoon ouderwetse kippenvel. Ja, echt prachtig. Dan klinken jullie echt het authentiekst. Dus laat die rest maar zitten van die betere onzin. Mooi. Nou, zit er nog iemand ook heel lang bij dat koor? Oh, je bent ook heel lang? Ja. 52 jaar. Ja, erg, hè? Erg, hè? Ja. Hoe heb je dat nou kunnen doen? Erg, vanaf 16 jaar. Heb je uitgerekend hoeveel uur je er gezongen hebt? Heel veel. Doen jullie ook U zij de glorie? Ja. Ik zag niet dat een inscriptie op de hemelwand verdiend hebt. Dat denk ik ook wel. Ja, als jij er niet in komt, dan... Wie heeft nou absoluut de mooiste stem van het koor? Dat je zegt, nou ja, dat mag je gewoon eerlijk zeggen tegen elkaar, hè? Van, ja, dat is toch wel het klok... Nee, dat bestaat niet. Nee hoor, nee, dat is die fouten samenhorigheid. Ja, is dit een... Ja. Weet je zeg maar het klokje van het koor? Ja, dat weet ik niet. Jawel, ik hoor wel iets. Zeg nog eens gewoon iets van, dat weet ik niet. Ja. Ja, nou is Annie, die kan het ook. Ja, altijd. Annie, ziet ze mooi? Ja. Ja, heb je er veel steun aan? Ja. Zie je, zet zij goed in?
Zij zei het en dan goed kom jij drie seconden later, kom jij. Ja, en ik eindig ook eerder. En eindig zij later. Verstandig is dat, hè? Dat deed ik ook wel eens vroeger, ja. Geweldig. Waar is Dick gebleven, Annie? Oh, hier. Oh, ik begrijp wel wat jullie hier zo leuk vinden. Er leeft nog. Er leeft nog, ja. Ik snap wel dat dit een bijzonder koor is. Ja, dat is wel een pontochtje waard. Kunnen er toch wel trots op zijn, of niet? We zullen doorgaan, gooi er een zangkoor tegenaan. We zullen doorgaan, het gaan heeft de orkaan doorstaan. Door te gaan, we zullen doorgaan. On my way. Op donderdagavond 14.